Goedemorgen. Ja. En hoeveel mensen doen jullie dat? We zijn op dit moment zijn we met een stuk of 8 man. Oké. En de dag na de wedstrijd meestal komen die dan? Voor de en na de wedstrijd komen de welstand van het kamp van de wedstrijd van de en beginnen we gewoon overal met de voedsel en het soort van de stand van de wedstrijd. Die vangen wij hier op, dat is prachtig mooi nieuw staan. Een hele mooie rotatiegroep. En daar proberen ze de jongeren weer te begeleiden, samen met de jongeren, de spelers die wij hebben. En hoe belangrijk is deze dag voor jou? Ja, het is heel belangrijk. Dit is de eerste keer in mijn leven. En tot mijn dood zal ik nooit vergeten dit. Was je zenuwachtig voor de tijd? Ja, een beetje wel. Maar op het moment toen, toen we samen in het gesprek waren, vond ik echt warmbloedig en ja, dan was het niet zo het zenuwachtig. Nu al terug op een geweldig bezoek waarin ja, de boodschap die we wilden achterlaten over de sociaal-economische structuur van Almelo, datgene waar we trots op zijn, namelijk dat we zelfbewust mensen laten werken aan hun eigen toekomst. Dat hebben we heel mooi voor het voetlicht kunnen brengen, zowel in het Nieuwstartkwartier, maar ook in het gesprek hier met ondernemers bij Heracles. Ze waren vanmorgen prima op tijd, het tijdschema werd prima aangehouden. Wat is u het meest opgevallen? Nou, het meest opgevallen vind ik zelf, ik zei het vanmorgen ook tegen iemand anders die mij daarna vroeg, het gesprek met de bewoners van het Nieuwstraatkwartier. Dat was een heel persoonlijk, heel intens ook. Hè. Mensen die uit hun eigen ervaring vertellen waarom ze het moeilijk hebben en wat ze er samen met anderen en soms alleen aan doen om op te krabbelen. Dat maakt wel heel veel indruk. Dat vind ik heel erg mooi. En als je dat dan aansluit bij de verhalen die ondernemers hier vertellen. En vertegenwoordigers van ondernemingen. Of wat die bedrijven, Almeloze bedrijven, doen. Om ook die mensen als het ware weer op te nemen. Dat is, daar word je heel blij van. Ja, klinkt wat kinderlijk, maar daar word je heel erg blij van.